elke keer als ik in Goor ben, dan valt mij deze etalage eruit op. Die is altijd weer anders. Wie maakt zoiets? Nou, ik heb het uitgezocht. Meubelstofferingsbedrijf Zit. En ik heb een afspraak met Ben, de eigenaar. Oké, volgens mij is het goed. Ah, kijk. Goedemorgen, Toos. Goedemorgen. Welkom bij Zit. Dankjewel. Dus, dit is jouw meubelstofveerbedrijf. Al 7,5 jaar inderdaad. Ben, ik loop hier door een prachtig showroom. Maar als ik aan een stoffeerder denk, dan denk ik aan oude mannetjes in stofpakken. Maar tegenover mij staat een jonge vent. Hoe ben jij ertoe gekomen om dit te doen? Toen ik net op mezelf ging wonen, kreeg ik een designbandje van mijn broer. En die ben ik voor de lol maar even gaan stofferen. En toen dacht ik van, goh, leuk vak. Ik ben er een beetje in gaan verdiepen, opleiding, een beetje werkervaring. En ik dacht van ja, het hoeft helemaal geen stoffig vak te zijn. Het kan een hartstikke leuk vak zijn met hippe stofjes, gekke dingen, gekke meubelen. Ik heb ook een beetje geprobeerd om het vak uit het stoffige hoekje te trekken. Om juist te laten zien dat het ook heel anders kan. Met hippe dessins, gekke dessins. Dus niet alleen oude stoelen. Maar ook moderne stoelen. Ik zie er ook een hele moderne stoel, inderdaad. Ja. Stoffen met mooie uitstraling, goede kwaliteiten. Mm-hmm. Ah, en hier staan dus alle oude spullen. Ik wil wel eens wat doen. Nou. Ik zeg enkeltje werkplaats. Oké dan. Ik mag hem strippen. Kijk. Zo doe je dat. Deze bank was dus eigenlijk al klaar voor een klant. Sorry? Nee, geen. Ik denk dat het helemaal gestript is. Ja, stof gaat eraf. Hij wordt helemaal nagekeken. Van de oude stof maken we wat mallen. Van die mallen maken we de nieuwe stof. Die naaien we in elkaar. Net zoals de dames daar bezig zijn met andere meubelen. Het is echt een ambacht, hè? Het is echt een ambacht. Vroeger was het echt noodzakelijk om je meubelen opnieuw te laten bekleden. En tegenwoordig is het echt een luxe artikel om een meubel te pimpen, zou ik bijna zeggen. Zo doen we dus ook auto-interieurs. Dat is ook iets wat we doen. Want de techniek komt uiteindelijk een beetje op hetzelfde neer. Slim. Nou, zit je goed? Ja. Je hebt mij van het idee afgeholpen, Ben, dat meubelstoffeerders stoffige mannen in stofpakken zijn. Nou, gelukkig maar. Nou, ik zit voorlopig wel goed. Pas niet.